Ongeveer 97% van je bezoekers haakt af op je website. Oké, okay, het is een gemiddelde, maar neem maar gerust aan dat ook op jouw site maar ongeveer 3% van alle bezoekers in actie komt. Dus maar 3% vraagt een offerte aan, download iets of meldt zich aan. Extreem veel afhakers op je website hebben is helaas de norm, maar je hoeft het niet te accepteren. Het is gewoon te fixen. Fun fact: tien jaar geleden heeft het dwergstaatje Liechtenstein in de buurt van Oostenrijk korte tijd op Airbnb gestaan. Voor een luttele 70.000 euro piek per nacht was het hele Liechtenstein van jou. Bij aankomst kreeg je de sleutel van het land en werd je ontvangen voor een aperitief op het paleis van de vorst, Prins Hans-Adam II. Ik zweer je dat hij echt zo heet. Bespottelijk zo'n dubbele naam. In het logeerpakket zat ook een tijdelijke munteenheid en je had het recht om de straatnamen te veranderen. Nog een fun fact. In 2018 was er een Russische hacker genaamd Alexei, die heeft ingebroken op meer dan 100.000 computers van nietsvermoedende consumenten om een kwetsbaarheid van hun router te fixen. Daardoor waren ze niet meer vatbaar voor aanvallen van hackers. Bijvoorbeeld cryptojackers, botnetbeheerders en andere cybercriminelen. Wat lief! Meer van zulke interessante feiten liggen te grabbel op internet als je eens naar Reddit gaat en zoekt op TIL van Today I Learned. En nu we het er toch over hebben, laten we het vandaag ook eens over je website gaan hebben. Laat vandaag de dag zijn dat je ontdekt dat je met je website een heleboel prima klanten wegjaagt. Want naar schatting 97% van je bezoekers, 97, dat is een gemiddelde, haakt af op de websites van bedrijven. Maar 3% van alle bezoekers komt dus in actie. Maar 3% vraagt een offerte aan, downloadt iets of meldt zich aan. Extreem veel afhakers op je website hebben is helaas de norm. Maar je hoeft het niet te accepteren, het is gewoon te fixen. Real talk, je krijgt natuurlijk nooit voor elkaar dat 100% van je bezoekers converteert tot een klant. Want er zitten altijd wel een stel schuinsmarcheerders en dronken Googelaars bij die per ongeluk op jouw site waren uitgekomen. Net zoals je op zaterdagavond wel eens een bezopen kroegenloper aan je voordeur kan krijgen die met zijn sleutel jouw huis probeert te starten. Maar bij die 97% zitten ook een heleboel prima mensen die wel degelijk geïnteresseerd zijn en toch afhaken. En het is dus mogelijk om een stuk hoger uit te komen dan die 3% conversie op je website. De meeste ondernemers doen namelijk 8 dingen waardoor bezoekers zuchtend afhaken. In sommige gevallen scheldend afhaken. Wil je weten hoe goed jouw website het doet op die 8 punten? Kijk dan volgende week naar mijn online seminar: 8 idioot simpele manieren om van bezoekers klanten te maken. Daar laat ik je simpele interventies zien om direct je website te verbeteren, zonder iets aan je design of je techniek te veranderen. Simpele textuele aanpassingen op je bestaande website. Je kan gratis, je kan gratis kijken naar het seminar als je van tevoren een plaats reserveert via www.seminars.gratis. Ik zie je daar.